Hallo iedereen, welkom terug in de video. Ik ben Lindsay, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik werk als transformatiecoach, ik ben ook healer en auteur. En het is mijn taak, mijn missie, of een van mijn missies, om natuurlijk mensen te ondersteunen in hun bewustwording, zodat ze succesvol vooruit kunnen in hun leven en meer vrijheid, liefde en geluk kunnen ervaren. En een van die dingen is natuurlijk tweelingvlammen helpen in het verder vormgezette begrijpen van de dynamiek van tweelingvlammen en zo meer. En vandaar dat vandaag ook de video is voor tweelingvlammen die in separatie zijn, die zo niet samen zijn, die nog geen echte relatie hebben. Wil je wel natuurlijk minstens één van de beiden weet wat de connectie is. En wat er af en toe wel communicatie is. Voilà, en dan hebben we hier al de kaarten. Ze gaat vlot vandaag. En wat zien we als eerste? De onderste kaart is de Hanged Man, maar hij hangt omgekeerd. Met daaronder de Sterkaart en de Zeven van Challenges. En de Three of Wands, ja. Hetgeen wat ik voel is dat het belangrijk is dat je, net zoals ik daarnet ook aan het uitleggen was, dat je wegstapt van alles wat je kent over relaties. Dat het enige wat je mag doen en dat je eigenlijk gevraagd wordt, is het herkennen en het gaan leren begrijpen wat dat betekent om als tweelingvlam hier op aarde te zijn. Omdat wij als tweelingvlammen hier ook met een grotere missie zijn. Het is niet de bedoeling dat wij relaties gaan doen zoals dat altijd al gegaan is en gebeurd is, nee. Maar dat we ze echt op een nieuwe en andere manier gaan vormgeven. Oh my god. En we zien deze. Maar omgekeerd. Yes. Voilà. Five of Challenges. Seven of Flames. En de Two of Challenges. Ik ga ze zo leggen, dan kunnen jullie dat beter zien. Maar het is heel mooi om te zien dat deze in de kaarten ligt. En dat die ook gewoon recht ligt. Ik denk dat dat zelfs geen, niet veel uitleg hoeft gevraagd te worden. Maar dat is hetgeen waar we naartoe gaan. Dat is hetgeen waar jullie in de connectie naartoe aan het evolueren zijn en aan het groeien zijn. Aan het leren zijn om naartoe te gaan. En het is belangrijk om ook te begrijpen waar hij nu even staat. Daarom zijn die readingen er ook. De Seven of Flames, 7 en 5 en 2. Normaal gezien wordt daar niet toe geleid om dat te zeggen, maar zoek dus cijfer 7, 5, 2 op. En kijk welke boodschap dat daar extra voor jou aan gegeven wordt. Maar dus, wat ik hoor en zie en voel, is dat het belangrijk is om niet meer te focussen op de dingen die er niet zijn. Maar altijd dit in visie behouden. Ongeacht dat je niet weet wie dat er bij jou gaat komen te staan. Wie dat die man is of wie dat die vrouw is. Maar dat je het ideaal, hoe dat je wilt voelen in de relatie. Welke vervullingen dat je wilt brengen. Dat je dat voor ogen houdt. En dan dat zal jou helpen of is. Het voelt eerder aan alsof dat in het verleden ook al jou geholpen heeft. Om weg te stappen van het gevoel van verlies. Want de kaart ligt omgekeerd. Want anders, als je nog in dat gevoel van verlies zou zitten. En van echt aan het treuren omwille van de separatie tussen jou en jouw tweelingvlam of diepe zielspartner. Dan zou die kaart niet zo liggen. Dus dat is goed. Dat is goed. Je bent al stappen vooruit aan het gaan. Je hebt al heel wat dingen geleerd. Laten we eens zien wat er de tarot nog meer wat zeggen. Ja, wat ik hoor is, je gaat inderdaad vooruit, maar wel geen te grote stappen nemen in een keer. Want anders ga je het gevoel hebben dat je eigenlijk weer 20 stappen achteruit gezet wordt door het universum. En dat is omdat we dan vanuit controle. Door het feit dat je dan een evolutie en verandering ziet in de connectie en in jouw communicatie met jouw tweelingvlam of met de mannelijke energie, is dat vaak dan. Dan gaan we plots te veel gaan willen. En dat maakt dan natuurlijk dat we eigenlijk de mannelijke energie weer een stukje gaan wegduwen. En dat is heel normaal. Dat gaat echt in fases en dat gaat echt in
Dat heeft ook te maken met het energetische. Want als we in één keer, zodra dat we elkaar de eerste keer ontmoeten en volledig in union zullen komen, dan zou het eigenlijk gewoon zelfs fysiek gezien veel te overweldigend zijn voor ons fysiek lichaam. Dus voor ons lichaam. En dat willen we niet en daarom gaat dat eigenlijk in fases. Kijk, hier dezelfde kaart, ook weer omgekeerd. Five of Challenges. Dus dat is echt een bevestiging dat jullie goed bezig zijn. Een dikke duim en een kus van de juf en een bank vooruit. Maar vergeet ook niet jouw successen te vieren, want het is die dingen, die kleine successen. En schrijf ze ook op, zodat deze momenten dat wat moeilijker gaat, dat je eraan herinnerd wordt. Van hoe dat de connectie voelt, wanneer dat jullie allebei wat meer in harmonie zijn en wat meer communicatie hebben. Ik ga het zo beetje verder uitleggen. Maar dus dit heeft te maken met de mannelijke energie, hoor ik. En nu gaan we kijken voor de kaart van de vrouwelijke energie. Ja, ik zie al dat hier. Oké, wacht even, die zo en die zo. Zo leggen ze goed voor jullie. Onderkant, 7 van zwaarden, 2 van zwaarden, 5 van zwaarden. Dus mentale is heel belangrijk. En hier hoge priesteres. En de Queen of Wands. Ja, dus het is belangrijk vooral voor de vrouwelijke energie en deze connectie om, net zoals je hier ook ziet, te blijven focussen op het gevoel. En dat veel meer waarde aan het geven dan de dingen waar je denkt en voelt. Waarom? Omdat wanneer je anders veel te veel gaat de Queen of Swords gaan zijn en ga een stuk vanuit je gekwetstheid de communicatie aanvatten naar je mannelijke energie, hoe meer je hem weer gaat wegduwen. Waarom? Omdat de mannelijke energie heel hard en heel duidelijk en heel sterk en heel fijn ook jouw frustraties voelt. Je hoeft zelfs je frustraties niet uit te spreken. Ik heb dat zelf ook al ervaren met mijn connectie. En dat is natuurlijk het voordeel, omdat ik het vanuit ervaring kan meedelen. Maar je kan niet zeggen aan een diepe zielsconnectie van alles is oké okay, en niks is aan de hand, terwijl je eigenlijk diep van binnen gefrustreerd bent door dingen die gaande zijn. Ze voelen het. Ze voelen het. En dat maakt dat je ze eigenlijk een stuk ook weer wegduwt. Dus als vrouwelijke energie wordt hier echt nog eens benadrukt van focus op je passie. Focus op het vormgeven van, en het worden meer zelfs, van die empress. Waarin dat je op elk element goed kan beheren. En laat je niet leiden door de duivel. En de duivel, dat zijn eigenlijk de dingen dat we gewoon zijn. Onze gedachten, onze schaduwen, onze diepste angsten en wat dan meer. Laat je leven niet leiden daardoor. Maar laat het leiden door je passie. En dan ga je meer en meer ook die empress worden. Ga je meer en meer ook de dingen kunnen aantrekken in je leven dat je echt diep wilt. Waaronder die eenheid met jouw mannelijke energie. En voor de mannelijke energie zien we dat hier die Five of Cups omgekeerd. Dus ze zijn een stukje ook weggestapt van het vastzitten. Ze zijn een stuk weggestapt van het treuren om de dingen die voorbij zijn. Dat kunnen relaties zijn, dat kunnen een manier van leven zijn, een manier waarop we dat ze relaties doen. Misschien hebben ze een gezin achterlaten of wat dan ook. Maar ze zijn nog niet de King of Pentacles. Dus ze zijn nog niet heel stabiel in die nieuwe versie van zichzelf. Ze zijn echt nog heel zoekende. En dat is ook de reden waarom dat er geen consistente communicatie is en waarom dat er nog scheiding in jullie connectie is. Waarom? Omdat eigenlijk de mannelijke energie moet leren om zijn eigen wereld te gaan weer in balans gaan brengen. Want die Nine of Pentacles die staat voor onafhankelijkheid, financiële zekerheid, hè, succesvolle avonturen, maar ook emotionele maturiteit. En dus het feit dat we hier die cups, dus die bekers hier hebben, en dat dat hier ook te sprake kwam, uiteindelijk om die Two of Challenges, dat is ook met emoties, om die eenheid en emoties te vinden, dan moet die mannelijke energie eerst die eenheid in zichzelf gaan bereiken. En dus eigenlijk eerst
die volwassenheid, die maturiteit, gaan bereiken in zijn eigen emoties. En pas wanneer dat hij de eigen vrouwelijke energie toelaat, gaat hij in staat zijn om die verbinding met de vrouwelijke energie, dus met jou, als jij de vrouwelijke energie bent gekeken, om de verbinding met de vrouwelijke energie te maken. En ga je merken dat je communicatie iets meer consistent is. Maar ook daar, zet u daar niet op vast. Want zelfs nu nog op heden, en ik ben al 3 jaar in mijn connectie, bij 3,5 jaar bijna. Dan zijn er ook nog momenten waarin dat mijn mannelijke energie ook een stuk daarin terugvalt. En een stuk weer die ruimte voor zichzelf nodig heeft om door geen dingen te voelen. Om nog meer en nog sterker te gaan in die financiële onafhankelijkheid. En in die vooral die emotionele onafhankelijkheid. En uiteindelijk ook voor jou als vrouwelijke energie heb jij ook die ruimte en die tijd ook nodig om dat ook voor jezelf te gaan doen. Het is belangrijk dat we leren om niet meer afhankelijk te zijn van anderen, om ons goed te voelen, om ons gelukkig te voelen. En dat is een van de belangrijkste lessen dat tweelingvlammen leren. Door het hart heel diep te gaan helen, telkens op een diepere, 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 diepere laag. Dat is het advies dat je ook krijgt in deze connectie. Blijf focussen op je eigen hartheling. Blijf daar doen wat dat universum en je team constant voortdurend aantoont. Word je getriggerd, reageer dan niet. Neem ademhaling. Zeg dan dus gewoon eventjes aan jouw tweelingvlam of tweelingziel of soulmate van: sorry, kijk, ik voel me nu even getriggerd, ik voel me geraakt, ik moet daar even mee aan de slag. Ik neem de tijd en de ruimte om daar even over na te denken en te voelen. En ik ga zeker opnieuw contact mee opnemen. Maar dan geef je en dan communiceer je ook vanuit die emotioneel volwassen manier. En niet meer vanuit van: jij hebt mij zo pijn en verdriet laten voelen, dus nu ga ik jou ook weer dat zo laten voelen. Nee, dat geraak je zeker niet verder. En blijf je hangen in dezelfde cirkel altijd maar weer. Dus het is belangrijk dat je ook je laat leiden door jouw team. En dat je jouw team laat zien hoe krachtig dat jouw ziel en hoe krachtig dat die onvoorwaardelijke liefde is en kan zijn. Want eigenlijk is het enkel maar die onvoorwaardelijke diepe liefde die in staat is om ons doorheen die diepste schaduwen van onze ziel en van ons bestaan te duwen. En dan hier, lead the way, light your own path. En dat is ook zo. Hoe meer dat je dat gaat gaan doen en meer gaat gaan luisteren naar je eigen ziel en de leiding die je daarvan krijgt, hoe meer dat je tegelijkertijd ook weer een leider wordt voor mensen uit jouw omgeving. Zeker als tweelingvlam. En als ook als tweelingvlam met extra nog eens missiewerk als lichtwerker, dan is dat jouw job gewoon. Dat is gewoon wie dat je bent. Dat is de reden waarom dat je zelfs rondloopt. Dus stop met treuzelen, stop met aarzelen en stap gewoon in in die missie. Het is tijd. Je gaat merken, naarmate dat we nog verder lopen in het jaar, is het nog des te belangrijker om met veel meer mensen nog dat licht vast te houden hier op aarde. En welke universele vlam kan behulpzaam zijn voor jou deze week? Dat is eigenlijk ja, de gele gouden vlam en ook liefde en aartsengel sandalwood. Dus ook hier weer, geef eerst liefde aan jezelf. En als je communiceert met je tweelingvlam, als je niet kan communiceren vanuit liefde, laat het dan. Zwijg dan. Shut your mouth. En dan mercy, genade. Dus ook weer ook in die communicatie naar je tweelingvlam, naar jezelf, naar anderen toe. Probeer altijd vanuit genade en begrip en licht en liefde te gaan reageren. Ongeacht hoe dat ze jou laten voelen. Want uiteindelijk, die pijn was er al, die schaduw is er al. Dus eigenlijk mag je dankbaar zijn dat ze het jou tonen. Want dan, dat geeft jou de kans om nog meer dat diamanten bewustzijn in jouw lichaam te gaan ankeren. Door al de andere dingen uit te zuiveren. En dan hebben we nog extra boodschappen van de universele vlammen. Het is oké om je eigen waarheid te vormen. Ja, het maakt ook niet uit hoe de anderen erover denken. Ook niet hoe je tweelingvlam erover denkt. Jullie zijn niet de twee dezelfde personen. Je hebt dezelfde frequentie, maar je hebt niet twee dezelfde personen. Want de persoonlijkheid, dat is gevormd door jouw opvoeding, waar je leeft, waar je groot geworden bent. Dus het is goed en het is belangrijk om je eigen waarheid te gaan vormen. En die kan ook voortdurend weer aangepast worden.
Roep de aquamarijn een vlam aan voor meer helderheid. En ik geloof dat dat de vorige keer ook in jullie reading was. Dus blijkbaar dat er nog zaken helderder mogen worden. En elke vlam is verbonden met jouw energiesysteem. Dus werk meer samen met de universele vlammen om jouw lichaam eigenlijk op die manier te gaan voeden en van energie te gaan voorzien. En gaat zien dat dat zelfs nog veel meer doet en veel krachtiger is dan de voeding die je eet. Natuurlijk heb je dat ook. Maar we zijn nu eenmaal energetische wezens en voeden ons ook op die manier. Dan, met betrekking tot de mannelijke en de vrouwelijke energie. Geld is energie, gebruik het wijs. Dat is een hele belangrijke. Luister naar muziek die je rust geeft. Dus mannelijke energie, vrouwelijke energie. En dan leg een kaars aan en sta er 5 minuten in de vlam. Zeker wanneer je veel te veel in je hoofd zit, is dat een ideale en goede oefening om uit je hoofd en in je lijf te komen. Dat is ook weer verbonden met de vrouwelijke energie. Dus hier is het 2 keer vrouwelijke energie. Focus op vrouwelijke energie, maar toch tegelijkertijd alweer die verbinding en van daaruit ook in die mannelijke energie te stappen. Ware liefde is dat je jouw ziel herkent in de ziel van een ander. Liefde heeft meer kracht dan welke wonde of pijn dan ook ooit zal hebben. Dat is hetgeen dat ik daarnet ook al gezegd had. En dan hebben we nog de universele vlam nog eens. Oeps, maar dat was snel. Waar hebben we? Laat de kundalini op en neer doorheen je lichaam stromen. Dat is eigenlijk ook jouw seksuele energie, je levensenergie. Jouw blauwdruk is er één van zuiverheid, eenheid en ware liefde. Je lichaam wordt gevoeliger naarmate je bewustzijn verruimt. Dus luister naar je lichaam. Heb je meer rust nodig, meer water, ander voedsel? De ene keer ga je meer voedsel, ga je aangetrokken worden tot meer voedsel die jouw grond. Hè. Denk maar aan aardappelen. Zelfs een friet zou dan op dat moment hetgeen zijn dat jouw lichaam voor nodig heeft. Maar ook wortelen. Of misschien vlees of vis of wat dan ook. Of eieren. Dus luister daarnaar. En open jezelf om gouden diamanten energie te ontvangen via je kroonchakra. En dat is hetgeen dat we ook hier hadden, hè? De diamanten energie. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie wat inzichten mochten brengen. Dat we wat duidelijkheid en helderheid mochten brengen rond waarom dat bepaalde dingen wel of niet al gebeuren. En wat dat je kan doen om eigenlijk jouw proces te, ik ga niet zeggen te versnellen, maar optimaal te stimuleren. Wil je met mij samenwerken? Dat kan op verschillende manieren. Dat kan via de trajecten. Dat kan ook in één-op-één traject. Of als je specifiek vragen hebt rond je tweelingvlamconnectie of je tweelingzielconnectie of een diepe zielsconnectie en je wil weten wat dat de redenen van zijn of dat jullie ergens staan in jullie proces, dan kunnen jullie altijd een tweelingvlam-reading reserveren. Dat gaat via de website. Dan kan je een momentje kiezen in mijn online agenda. En dan op dat moment hoef je zelf niet aanwezig te zijn. Dus ik maak dan een videoopname zoals hier. En stuur ik dan de link van de video naar jou toe, zodat je op het gemak en in jouw tijd en jouw ruimte dan kan kijken naar de boodschappen. Zo, dat was voor deze video. Ik wens je alvast een fijne dag verder en tot in de volgende. Dag!